laat ik ook aangeven dat dit gedrag niet een gedrag is van dit moment. En ik voer u terug naar ruim een jaar geleden, toen wij de media, de samenleving, om aandacht gevraagd hadden. Toen men bezig was om politieke combinaties te verbieden, met het aanpassen van regelgeving. Uiteindelijk heeft de president toen toegegeven dat er inderdaad discussies gaande waren, maar dat men daarvan zou afzien. Vergeet u niet dat enkele maanden geleden men bezig was om die 1% regeling voor registratie van politieke partijen te koppelen aan een sanctie. Dat zou betekenen dat de politieke partijen die daaraan niet zouden voldoen, uitgesloten zouden worden van deelname aan verkiezingen. Waardoor heel wat partijen in feite niet zouden kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Ook met de intentie om de verkiezingswinst in handen te doen komen van de NDP. Daarna hebben wij de derde informatie gehad met betrekking tot het manipuleren van een geautomatiseerd systeem. En dat is een heel betrouwbare informatie geweest waarbij externe consultants ingehuurd waren, ook uit het buitenland, om te manipuleren dat bij het tellen de NDP ervan meer stemmen zou krijgen. Omdat wij geprotesteerd hebben, is dat plan ook niet doorgegaan. Daartegenover hebben wij ons eigen geautomatiseerd systeem ontwikkeld met engineers die dan ook de telling hebben bijgehouden op de dag van de verkiezing. Nu vindt de telling plaats en u merkt hoe het gaat, onder zeer verdachte omstandigheden, onder zeer mysterieuze omstandigheden. Vergeet u ook niet dat kort voor de verkiezing alle districtscommissarissen gemuteerd zijn geworden. Op een wijze waarvan de minister van RO niet eens op de hoogte was. Dus ik ga ook ervan uit dat je daarin ook een bepaald opzet in moet zien. Nu vindt de telling plaats en dan zie je namelijk dat men vraagt om hertelling. Waarover? Over stembureaus waar er nog geen telling plaats gehad heeft op RR-niveau. Dus dat wil zeggen of je hebt voorkennis, of je hebt dat stiekempjes al geteld, of je hebt nu al gemanipuleerd. En dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. En dat is een ontwikkeling die in feite nationaal en internationaal schade zal berokkenen aan ons verkiezing, aan ons verkiezingsproces, maar ook de uitslag. Het zal een aantasting betekenen van de democratische gevoelens van de kiezers. Wij van VCF hebben net hierover vergaderd en wij protesteren tegen deze gang van zaken. Ik denk dat wat de NDP gedaan heeft is een stukje tijd winnen om onzuiver handelingen te verrichten. Wij hebben onze eigen waarnemers gehad op de verschillende stembureaus. Ze hebben geturfd. We hebben die gegevens ook in ons geautomatiseerd systeem. Wij zijn nu ook bezig te vergelijken die stembureau-nummers die wij ook in ons systeem hebben. Zodat als er iets anders uit de bus mocht komen, dan weten we dat er iets verkeerd daar gegaan is. En wij zullen niet schromen om ook de weg naar de rechterlijke macht ook te exerceren om hiervoor een correctie te krijgen. Deze stap van de NDP, hoe kijkt u er tegenaan? Ik denk dat het niet goed is. Ze hebben, zoals de gegevens nu laten zien, 26 zetels. Ik denk dat ze bang zijn dat het misschien met eentje terug kan vallen. Aan de andere kant weten ze ook dat als de president en de vicepresident niet gekozen kunnen worden in het parlement in eerste en tweede ronde met 2/3 meerderheid, dat de gang naar de Verenigde Volksvergadering een noodzakelijke zal zijn. En daarvoor moet je inderdaad de gewone meerderheid daar hebben aan de resortraad en districtsraad. En dan kan je zeggen, de V7 heeft behoorlijk veel zetels gehaald op de resortraad en districtsraad. En ik denk dat dat ook een zorg is voor hun. Maar laten wij rekening houden dat het volk gesproken heeft. Het volk heeft haar stem uitgebracht. En laten we de wil van het volk respecteren. En de wil van het volk op een correcte wijze weer presenteren aan de samenleving. Dat is zuiver democratie. En laat me geen onzuiverheid ontwikkelen om de wil van het volk ongedaan te maken middels manipulatie.